De avond voorafgaand aan de herdenking op het bombardement wordt jaarlijks een brandgrenswandeling georganiseerd. De contouren van de brandhaard uit 1944, die doorgaans al gemarkeerd zijn met bijna 800 metalen plaatjes, worden deze avond sfeervol uitgelicht met kaarsjes. De editie van gisteravond was uiteraard extra bijzonder. Helaas gooide de regen wat roet in het eten, maar evengoed kwamen Nijmegenaren massaal naar het centrum voor het speciale programma. In de Molenstraatkerk werden fakkels uitgedeeld en waren beelden te zien uit 1944. Beelden van de bewuste 2 minuten die de stad voorgoed veranderden. Je moet je voorstellen, het stad van Nijmegen is in 2 minuten verwoest. En de brandgrens die geeft ongeveer het gebied aan dat in die tijd verwoest is. Ga ervan uit, Nijmegen was een stokoude stad. Die is in 2 minuten zijn duizenden huizen verwoest. 3 dagen heeft de stad gebrand. En die brandgrens geeft de route grofweg aan waar die brand was. Kunt u vertellen waarom u hier bent? Omdat dit een historisch moment is, toch wel. En u vindt... Ik woon ook niet heel lang in Nijmegen, maar dit is natuurlijk wat Nijmegen overkomen is. En historisch, en daar wil ik bij zijn. Even, plein 44 is nu een plein, maar op plein 44 lagen 3 smalle straatjes. Die zijn compleet weggevaagd. De Broerstraat die was maar 2,5 meter breed. Ik ga nu kijken in de Broerstraat. De Augustijnenstraat lag 40 meter verderop. Daar stond een kerk die was groter, hoger dan de Stevenstoren. Verwoest. Ja, als geboren Nijmegenaar vind ik wel dat je hier even bij stil moet staan. Ja. Indrukwekkend wat er gebeurd is. Dus ook indrukwekkend dat zoveel mensen hierbij stilstaan vanavond. Ja, erg mooi. En het is heel lang verzwegen in stilte. Omdat het helaas, het waren de latere bevrijders die toch bewust Nijmegen uitkozen omdat ze bommen niet boven Duitsland los konden laten. En we werden compleet overdonderd omdat er was net het signaal veilig gegeven. Net als andere jaren zijn er ook nu hardlopers die langs de brandgrens rennen, met een fakkel in hun hand. Op verschillende plekken aan diezelfde route zijn koren te vinden, die vooral hoopvolle liederen laten horen. Visueel was er veel te zien langs de route. Door de stad zijn verschillende lichtprojecties te zien, waaronder hier bij de HEMA. Deze lichtprojecties vertellen herinneringen aan het bombardement. Deze zijn elke avond te zien vanaf 8:30 tot 9:30 tot zondag. Ik woon zeg maar sinds kort weer in Nijmegen, ik kom er vandaan. En ik was heel erg benieuwd zeg maar, naar wat meer achtergrond zeg maar, over wat er nou precies allemaal is gebeurd. Ik heb er wel vaak iets over gehoord, maar nooit echt de details. Gewoon interesse eigenlijk, eens even kijken wat er gebeurt en wat er te doen is. Ja, ja, en een stukje denk ik toch van al dat leed wat er toen gebeurd is. En als je hoort wat er nu in de wereld allemaal gebeurt, dan denk ik dat het goed is om daarbij stil te staan. Ja, ik heb nog een klein stukje gezien. Ik vind het op zich wel heel erg mooi om te zien dat zoveel mensen zeg maar, hier samenkomen en dat er best wel veel interesse voor is. Dus het komt wel op die manier ook wel binnen. Ik had net een berichtje gestuurd naar vrienden van mij van, het is toch wel heel bijzonder als je zo rondloopt met koren die dan bepaalde liederen zingen. Dit soort beelden, dat maakt je toch wel weer even een beetje stil. Ja.